Goedemiddag, u kijkt naar het weerbericht van weerplaza.nl. We gaan uitgebreid kijken naar het weer tijdens hemelvaart. En ook naar het weekend toe. Veel mensen hebben een lang hemelvaatweekeinde En zondag is het ook nog eens moederdag. Nou, op de satellietfoto van 10 voor 2 vanmiddag zien we dat Nederland nog volop zonneschijn heeft. Maar er zitten ook wat van die witte wolken plukken boven het land. Dat zijn stapelwolken die inmiddels aan het ontstaan zijn. En die zijn eigenlijk al wel een voorbode voor een weersverandering. De lucht wordt duidelijk vochtiger. En dat betekent dat uiteindelijk ook de kans. Buien gaan toenemen. Boven de Britse eilanden zien we bovendien een dikke frontale zone, dat is een grote band met bewolking, en die komt vanuit het westen steeds verder dichterbij. Gaan we naar de modelberekeningen kijken, dan zien we dat ook terug: dat die storing uiteindelijk van west naar oost over ons land gaat trekken. Dat zal in de loop van donderdag, van de nacht naar donderdag, gebeuren en donderdagochtend. Daarna, in de loop van de tweede helft van donderdag en de nacht naar vrijdag, dan bouwt zich opnieuw een hoger drukgebied in onze omgeving op en dan wordt het weer rustiger en droog. Vanavond hebben we een afwisseling van wolken en opklaringen. En met name in het zuidoosten en oosten van het land zou een enkele bui kunnen gaan vallen. De temperatuur in het westen van het land is al behoorlijk teruggezakt door een westelijke wind. Aan het strand is het slechts 13 of 14 graden, iets verder landinwaarts nog 17. En gaan we nog verder landinwaarts, echt richting het oosten van het land? Daar vinden we dan nog in het begin van de avond temperaturen, zo tussen de 20 en 22 graden. De nou, komende nacht gaan er op meer plaatsen een aantal buien vallen, verspreid ze over het land. Tussendoor zijn er een paar opklaringen. De temperatuur daalt uiteindelijk naar zo'n 10 of 11 graden en de westelijke wind die zal overal zo matig worden, windkracht 3 tot 4. Maar morgen overdag dan gaat die wind nog wat verder aantrekken en die waait dan uit het westen tot noordwesten en wordt matig of vrij krachtig en aan de kust zelfs krachtig, windkracht 4 tot 6. In de ochtend hebben we nog met veel bewolking te maken, met verspreid ook nog een enkele bui. Maar die storing, zoals we al op de modelberekeningen net zagen, die trekt naar het oosten toe weg en vanuit het westen gaat dan de zon flink doorbreken. Al zal het langs de oostgrens mogelijk nog wel tot het einde van de middag duren voordat de zon ook daar er wel goed bij komt. Ja, en dan in de avond gaat de wind flink afnemen onder de invloed van, dat, uh, van het hoge drukgebied wat zich opbouwt. En dat bepaalt dan ook het weerbeeld op de zaterdag en op de vrijdag die ervoor gaat. Op vrijdag zien we veel zonneschijn in het weerbeeld, zeker in het oosten van het land. Bij een zuidoostelijke wind wordt het dan 16 tot 19, misschien plaatselijk zelfs weer een 20 graden. Op zaterdag is het een heel uh, groot deel van de dag ook nog heel redelijk weer geregeld zon. En bij een matige Zuidoostenwind wordt het dan 21 tot 24 graden. Maar in de avond dan wordt het onstabiel en dan gaan er waarschijnlijk wat buien in het land binnentrekken. Ja, dan zondag is het Moederdag. De weersverwachting voor die dag is nog een beetje onzeker. Waarschijnlijk wordt het een beetje een wat grijzige, regenachtige dag met af en toe wel wat zon en de middagtemperatuur tussen de 14 en 18 graden. Maar de storing die zorgt voor dat wat regenachtige en sombere weer, die zou ook eens wat meer richting het zuidwesten kunnen blijven. Dat betekent dat een groot deel van het land met meer zonneschijn te maken krijgt en ook hogere temperaturen. En dat zal dan met name in het oosten en noordoosten van het land het geval zijn. Als dat scenario uitkomt, dan zou het dus zomaar eens in Overijssel, Drenthe en Groningen weer tegen de 20 graden aan kunnen komen. Maar goed, meest waarschijnlijk is dus een iets wat somberer scenario. Ja, en kijken we dan nog even naar de langere termijn, naar de 15 dagse verwachting. Dan zien we dus tijdens die hemelvaartsdag en op vrijdag temperaturen nog onder de 20 graden, zaterdag een paar graden daarboven. En daarna wordt het een beetje onzeker. De middagtemperatuur ligt meestal tussen de 15 en 20 graden. Maar er zit een onzekerheidsband omheen, dat is die witte band die je ziet. En die slaat met name naar boven toe uit. Dus dat betekent dat als het eventjes een beetje mee zit, dan komt die temperatuur zomaar weer eens boven de 20 graden uit. En met wat zonneschijn erbij. Is het dan toch heel aangenaam lenteweer? In elk geval, namens Weerplaza wens ik u een heel fijn hemelvaartweekende toe. Ik ben Ben Langkamp van Weerplaza.